Den 28e augustus 1925 viel er midden op den dag met veel geraas een nagenoeg bolronde meteoorsteen in een weiland bij Ellemeet. Nou, dat is uit het Middelburgs Dagblad uit die tijd. En dat moet dus ergens hier zijn geweest. En hij staat in de literatuur nu ook bekend als de Ellemeet. Hi Rijk-Jan, je bent van de Sterrenwacht in Middelburg. Ja, dat klopt. Moeten we eerst misschien even samen bepalen waar die meteoriet dan precies is ingeslagen? Ja, dat lijkt me een goed idee. Weet jij dat? Ik weet het, denk ik. Het is even zoeken, speurtochtje. De exacte locatie is een beetje lastig, maar ik ga mijn best doen. Nou, het is vlakbij het dorp Zeroskerke en dat viel destijds onder de gemeente Ellemeet. Vandaar dat de meteoriet de Ellemeet wordt genoemd. En ja, het is op enkele kilometers van het dorp af in het zogenaamde Prunjebevang, zo heet dat. En ja, hier moet het ergens zijn. Ai, we kunnen er eigenlijk niet op, zie ik. Nou, klimmen dan maar. Klimmen maar. Hier dus, ongeveer. Ja, dit is eigenlijk de juiste plek. Er viel een hele heldere streep ging er door de lucht. En die viel dus met een plof hier neer. Toevallig waren er hier mensen aan het werk, landarbeiders. En ja, die waren gewoon ooggetuigen. Die hebben het zien gebeuren en die hebben het ook die steen eruit proberen te halen. En die vielen in vier stukken uit elkaar. En die vier stukken zijn naar het dorp gebracht. Naar de schoolmeester, eigenlijk de belangrijkste man in het dorp, zeg maar. En die heeft gezorgd dat het in Utrecht kwam bij professor Nijland. En dat was de astronoom ook op dat gebied. En die heeft het onderzocht. En de stenen, ja, die liggen op de Sterrenwacht van Utrecht onder andere. Maar ook op de Sterrenwacht van Middelburg. Daar liggen ook een aantal fragmenten. En je zegt fragmenten, hij was toch in vieren uiteengevallen? Ja, maar in de loop van de tijd, en ze zijn nog een keer gestolen geweest, zijn ze helemaal gefragmenteerd in allerlei kleine stukjes. Zeg maar zo groot als 2, 3, 4 centimeter en ook kleiner. Gestolen? Ja, ze zijn gestolen geweest in 2014. En ja, dieven hebben toch ingezien dat het eigenlijk waardeloos is, hè, in zekere zin. Het is niet te verhandelen. En die hebben het weer ergens weggesmeten en zijn ze gelukkig teruggevonden, maar wel helemaal gefragmenteerd. En dat is natuurlijk zonde. Even kijken. Hier in deze buisje zitten wat fragmenten. En dit is het, een van de grotere fragmenten nog. En dan moet je denken aan een steentje van ongeveer 3 centimeter. Het zou heel mooi zijn als er hier een herdenkingsbord zou komen voor deze meteorietval. Want ja, mensen weten het heel vaak niet. En het is zo ja, bijzonder. En het is ook leuk als je hier onverwachts komt van, hé, hier is een meteoriet neergekomen. En dan gaan mensen weer naar zoeken, wat is het, wat was het. En dat zou heel leuk zijn.